Je hebt geklikt op iets wat op een pauwpraat lijkt. En dat klopt, want dat is het ook. Een nieuwe pauwpraat speciaal voor jou, helemaal alleen, die dit luistert of kijkt. Kan wel. Maar voordat we beginnen, een bumper. Bumper heet het. Komt-ie. Goed, jongens, het is een lange dag geweest. We nemen dit op, woensdagavond. Het is 7:30. Ik zit hier samen met Ron, met Jacco. Mijn naam is Martin en we gaan beginnen aan een verse powerpraat. Om met jou de afgelopen week door te nemen met wat er allemaal is gebeurd in de wereld van de videogames. Met de dingen die we hebben gespeeld. En eigenlijk dat. Het is komkommertijd in videogameland. En ik denk dat deze komkommertijd niet alleen deze maand vol gaat houden. Maar dat het zal nog wel even duren. Voordat we echt wel los gaan barsten. Want heel veel games zijn er uitgesteld. Corona is nog steeds met een botte bijl in de releases aan het hakken. Maar er gebeurt de afgelopen week best wel veel. Yeah. Onder andere bij Activision Blizzard. Daar is een hoop aan de hand. Ja, dat is niet best. Het begon vrijdag, toch? Of misschien wel donderdag al. Met een rechtszaak van de staat Californië tegen Activision Blizzard. Op basis van 2 jaar onderzoek, maar liefst. Over systematische seksuele intimidatie en discriminatie. En, van de toezichthouder, voor de duidelijkheid. Niet de civiele zaak of iets dergelijks. Ja, precies. De voorbeelden die ze niet noemden waren niet best. En helaas ook wel dingen die we vaker hebben gehoord, denk ik, in de afgelopen jaren. Maar er is echt, sinds die rechtszaak is er echt een hele hoop gebeurd. Met verschillende reacties vanuit Activision Blizzard. Ik vond het, überhaupt was de eerste reactie was al best wel bizar. Want ze zeiden dat het allemaal niet waar was en incorrecte verhalen. En ze vonden het overdreven dat er een zelfmoordzaak bij werd gehaald en zo. En toen was er weer, ik weet niet meer wie het was, maar dat was iemand anders. Er gingen interne memo's rond die ook waren uitgelekt, die een beetje conflicteerden. En toen waren er ondertussen best wel veel developers, ook bij Blizzard. Vooral het World of Warcraft team, wat ik heb meegekregen, is die zich al best wel snel uitspraken en vrijdag ook het werk hebben neergelegd. En vandaag dat we het opnemen, is er een grote staking. Ja. Het is nu bezig, misschien wel. Ja, ik zag net ook allemaal mensen in World of Warcraft. Dat zag ik voorbij komen op Twitter. Die waren zeg maar ergens verzameld. En dan gaan ze om 8:00 massaal uitloggen. Wat toch wel weer iets moois is. Dat mensen zich op die manier uiten. Dat is prachtig. Maar verder is dit natuurlijk weer één grote fucking bende. Ja. Want wat is er nou precies gebeurd? Voor mensen die dit helemaal niet hebben meegekregen. Ja, Jacco was het uit aan het leggen. Ik bedoel, ja. Nou ja, ik heb het wel globaal gezegd. Maar ja, dat was dus bij verschillende locaties, studio's van Activision Blizzard, waren er heel veel meldingen van vooral discriminatie, seksuele intimidatie naar vrouwen. Die zouden minder kansen krijgen, omdat ze misschien zwanger zouden worden. Mannen zouden grappen maken over verkrachting. Er zouden naaktfoto's worden rondgestuurd. Allemaal dat soort verhalen. En dat zou echt, ja, dat was er niet één, dat was er niet 10, maar dat waren er tientallen. En wat ook wel heel erg naar voren kwam, is dat die mensen in sommige gevallen wel hulp zochten. Maar dat de HR, dus personeelszaken, dat die eigenlijk niet zoveel deden. Dat die eigenlijk gewoon niet functioneerde. En het ook een beetje afdeden als van, ja, je moet niet zeuren of dat is maar een grapje. En sommige van die mensen zijn er toch nog blijven werken. Omdat het dat zoveel passie hebben voor games maken en dit medium. Ja. En je moet op zich ook gewoon de huur betalen. Ja. Dat ook, ja. Wat natuurlijk opvallend was. Allereerst wat ik er opvallend aan vind is, dit is een zaak van de zeg maar arbeidstoezichthouder. Dus dit je zou normaal nog kunnen. Kijk, zeg maar, er is geen. Voor een toezichthouder om hier 2 jaar lang onderzoek naar te doen. En zoveel mensen te spreken binnen een bedrijf dat je dit verhaal kan produceren zoals het nu bekend is gemaakt. En in dat rapport staat. Ik heb heel het rapport gelezen. Is echt, dan staat eigenlijk al bij. Dat is heel raar om te zeggen, want er is nog voor de duidelijkheid niemand beschuldigd. Er is geen vonnis geweest. We hebben het hier puur over verdachte en verdachte situaties. Klopt. Ja. Alleen voor 2 jaar lang zo'n onderzoek vast te
heb ik moeten stellen en daar de resources aan te allocaten en dergelijke, zegt al zo superveel over hoe groot de schaal van deze zaak is. Dus dat is één. En dat er dus ook echt vanuit een overheidstak genoodzaakt werd om in te grijpen. Of dat ze zich genoodzaakt zagen. Maar daarnaast is het... Ik vond de zelfmoordzaak, zeg maar. Ja. In het rapport staat dat een van de... Nou, ik zat even uitleggen in het rapport, want jij zei het al een beetje. Maar in het rapport staat dus ook dat een vrouw die op zakenreis was met een van de mannelijke bedrijfsleiders. Die heeft tijdens dat zakenreisje zelfmoord gepleegd. Ja. En voorafgaand of tijdens, ik weet niet helemaal, zijn er naaktfoto's van haar gedeeld onder werknemers. En de reactie van Activision's defense, zeg maar, daarop, was dat het een bureaucratisch zootje is. En dat het feit dat de overheid dit soort dingen erbij haalt in California blijk heeft van waarom zoveel goede bedrijven wegtrekken uit uit California en de omgeving. En toen ik dat las, dacht ik echt, hoe dit is... Oké, ze hebben er heel veel verstand van. Die zit natuurlijk een advocatuur achter van je welste. Maar als dat je argument is, dan... Holy shit, als dat je argument in de pers is, dat is een... Dan gaat echt je nekharen van de overheid staan als je dat hoort. Ik bedoel, dat is echt krankzinnig. Dat vind ik zo'n raar argument. Ja. Dat is echt, en Bobby Kotick heeft dus ook vandaag gezegd... Hij heeft het zelf eindelijk door. Hij zegt, onze eerste reactie was toondoof. En ze hebben Wilmer Hill, een of andere advocatenbureau, hebben ze ingehuurd om, ik weet niet, de situatie te verbeteren of zo. Maar ik vraag me af, wat vinden jullie? Wat zou hier nou aan gedaan kunnen worden? Misschien niet alleen bij Activision Blizzard, maar gewoon ook bij Ubisoft, Riot, dit speelt natuurlijk niet alleen in onze industrie. Dit speelt overal. Ja. En het zal, wij zitten dan in een soort van creatieve sector. Met veel verschillende culturen, mannen, vrouwen en alles daartussenin. In andere sectoren heb je dat vaak minder. En daar zal het misschien nog wel erger zijn. En ja, dat verhaal, is de vraag. In die verhalen hoor je misschien helemaal niet. Dus ik vind het sowieso goed dat dit breed wordt uitgemeten. En dat iedereen zich even achter zijn oren krabt over hoe die zich gedraagt op de werkvloer. En vooral mensen met een leidinggevende functie. Sommigen kunnen daar niet mee omgaan. En dat ze zich wel even bewust moeten worden wat voor impact jij kan hebben op je medewerkers. Ja. En heel veel mensen zijn dat zich niet bewust. Die denken serieus dat ze een geintje maken. En dat is misschien onder hun eigen vriendengroep. Is dat super grappig? En dan vinden ze dat ook heel erg leuk. Maar onder werktijd zitten 9 van de 10 mensen zitten daar niet op te wachten. Die zitten daar gewoon omdat ze aan het ploeteren zijn om een huur te kunnen betalen of een hypotheek rond te kunnen krijgen, om voor je kids brood op de plank te leggen. En dan heb je gewoon geen zin in zo'n iemand. Dus, maar het is wel, zeg maar, het verschil met de tech en games-industrie is wel dat het wel echt vooral mannen zijn die bij dat soort ontwikkelaars werken. Er zijn gewoon bij heel veel bedrijven nog niet zoveel vrouwen. En dan is de vraag, waarom is dat? Misschien wel door dit soort dingen. Ja, maar laten we niet... Ik bedoel... Het is niet seksistisch om te zeggen dat gaming een studentenhobby is die primaire mannendoelgroep had in het begin. Dat is gewoon zo. En veel ontwikkelaars zijn als je kijkt naar die teams die vroeger games maakten, dat zijn primair mannen. Dat is gewoon de achtergrond van deze industrie. En dat heeft er denk ik absoluut mee te maken dat er hier in deze industrie systematisch veel problemen in zijn. En waardoor je nu ook niet kan zeggen van, oh, bij Rockstar leeft het niet of zo. Omdat je ziet het overal. Het is een patroon. Het gebeurt steeds opnieuw. En kijk, als je aan mij vraagt, hoe kan het?
Kijk, ik ben niet roomser dan de pauze. Of hoe kun je het verhelpen? Kijk, ik ben niet roomser dan de pauze of zo. Ik maak ook fouten. We hebben ook in situaties gezeten dat ik dingen anders achteraf helemaal anders had willen doen dan moeten doen. Maar goed, als het goed is, leer je daarvan. En leer je ook bij jezelf schadelijk gedrag herkennen. En dan ga je daar op een andere manier mee om. En ik denk dat dat gewoon de key is. Mensen moeten... dit is een gedragspatroon. Een maatschappelijk probleem. En dat moet gewoon aangepakt worden. En je moet het ook benoemen als het plaatsvindt. Dat is heel belangrijk. Ja. Want niemand vindt het chill als een werknemster zich niet op haar gemak voelt. Omdat ze seksueel geïntimideerd wordt. Omdat vrouwen als een soort van tweederangs burger op een kantoor worden gezien. Als je dat gedrag signaleert, moet je dat outcallen. Maar het is zoveel moeilijker gezegd dan gedaan. Omdat je weet, er is sociale cohesie, er is controle. Hè, druk van leidinggevende. Ja, het is... Ik ben dus een beetje bang dat heel veel leidinggevenden, die al misschien de 50 zijn gepasseerd, het helemaal niet zien dat ze dat soort, of doorhebben dat ze dat soort nare opmerkingen maken. Ja, dat is ik misschien denk wel dat normaal. Dat zeer zeker waar is, ja. Omdat ze dat al hun hele leven doen en er nog nooit zijn op aangesproken. Ja, ik denk dat dat klopt. Dus ik denk dat we hier nog wel de komende jaren, dit zul je vaker horen. En dat het misschien... als die oude witte mannen eindelijk met pensioen gaan en een nieuwe generatie die leiding overneemt, dat het dan eindelijk pas een beetje weggaat. Ja, dat zou zomaar kunnen. Ja, het is natuurlijk, kijk, op het moment dat Kotick zo'n brief schrijft, zoals hij heeft gedaan wat Jacco zegt, dan zie je opeens dat die hele verdediging is veranderd van zo'n bedrijf. Omdat ze deze strijd overduidelijk niet kunnen winnen op sympathie als ze gaan... strijden voor het feit dat bedrijven wegtrekken uit Los Angeles, omdat het een bureaucratisch soortje is. En inderdaad, dan zeggen ze, ja, we hebben misschien vanuit de foute, op de foute manier gereageerd. En dat is de enige manier waarop je dan nog kan reageren. Ja, dus dat is ook waar. Het is ook gewoon crisismanagement. Het is absoluut, precies, het is 100% crisis. En dat trek ik heel slecht hieraan. Ja. Dit is een bedrijf dat in het begin nauwe gekke sprongen maakt als een kat. Nou, en nu opeens de tijd heeft gehad om er zorgvuldig op te kunnen reageren. En dan nu hiermee komt. En dan Kotick komt daarmee. En jij zegt, ja, witte oude mannen die aan de top zijn. Kun je ook van zeggen, dom cliché. Maar dit is wel weer een hemeltergend voorbeeld daarvan, zeg maar. Ja, en ze hebben ook niet geleerd van Ubisoft bijvoorbeeld. Want Ubisoft heeft ook echt hele domme reacties gegeven. En, heeft Ubisoft niet ooit gezegd dat ze in Assassin's Creed geen vrouwelijke characters konden toevoegen? Omdat dat te moeilijk was om te animeren? Ja. En dan zie je vervolgens wat ze wel allemaal maken. Ja. Ik wilde bij de meeting zijn geweest waar dat is besloten als argument. Maar, zeg gewoon tegen journalisten dat wij het niet kunnen. Ja, diezelfde gast die is toen toch naar Stadia gegaan, Google Stadia. En die had toen Journey to the Savage Planet, heeft hij gedaan of zo. Oh. En daar was nog iets met hem. En toen is hij uiteindelijk helemaal weggegaan en toen konden ze die game niet meer updaten, omdat ze geen ontwikkelaars hadden. Maar goed, ja, nee, Ubisoft is ook, wat de hel man. Vorig jaar had je ook die, ik weet niet of jullie dat nog weten. Zeker. Die Ubisoft Forward, zeg maar... 1 of 2 weken daarvoor kwamen ze echt heel slecht in het nieuws. En toen hadden ze zeg maar 5 minuten voordat die forward begon, hadden ze een soort van witte Twitter-foto gemaakt met, ja, sorry, we moeten beter doen. En toen begon gewoon die forward alsof er niks aan de hand was. Dat klopt, ja. Dat ook, het was ook zo... volgens mij geen terugkerend item in de forward zelf. Nee, klopt. Toen zijn ze gewoon aan voorbij gegaan. Ja. Ja. Ja, het was echt 1 week of 2 weken daarvoor inderdaad gebeurd. Dus er was tijd om daar iets mee te doen. Oké, ik ga nou iets zeggen. Ik ken mensen die bij Infinity Ward werken, die daar heel goed naar hun zin hebben. En ik heb vrouwen gesproken daar die zeggen dat ze het heel erg naar hun zin hebben gehad daar. En ik kan niet wel andere ontwikkelaars of teams spreken binnen. Maar van wat je uit gesprekken hoort, is dat het niet overal kommer en kwel is. En dat benadrukt maar weer eens hoe scherp je erop moet zijn. Omdat als je al die geluiden zou geloven, zou je dit onderzoek nooit hebben, plaatsgevonden. Ja, en het is zo makkelijk om dat te zeggen, ja, aanstellerij of wat dan ook. Want natuurlijk, ja, dat kun je altijd roepen bij alles. De zaak is gewoon, bedrijven moeten op deze shit gepakt worden. Ze krijgen in de VS al tering veel vrijheid, bedrijven.
hè, vergeleken met hier, op sommige fronten althans, daar kun je ook niet overal over zeggen, maar over het algemeen komen bedrijven met best veel dingen weg waarvan je zegt, nou fuck die shit, dat moet er eigenlijk niet kunnen. Dus ja, je moet, dit soort dingen moet je moet hier heel hard op gaan, denk ik, als toezichthouder. En ik hoop echt dat dit ergens toe leidt, want weer een slap on the wrist, om met Jeff Grubbs taal te spreken, dat, ik zie dat ook niet echt zitten. Er moet gewoon echt iets... Dit is een moment waarop er moeten echt gevolgen zijn. Er moeten gewoon echt gevolgen zijn voor dit bedrijf. Ja, er wordt het ook en wel echt tijd voor. Ja, en niet eens als voorbeeld, maar gewoon omdat het moet gewoon. Het is gewoon dit is... Ja, maar wat voor gevolgen heb je er dan over? Ja, dat weet ik niet. Dat is een goede vraag. Wat zou jij willen? Ik zou zeggen, ik zou niks... Nou ja, eerst moet iedereen schuldig blijken natuurlijk. Dat is sowieso... Alles hier is natuurlijk... We hebben het over verdachten, nogmaals. Maar je kunt niet spreken over een gezonde werksituatie. Dus dan moeten er gevolgen zijn. Wat zijn die gevolgen? Ja, dat is niet aan mij, zeg maar. Ik vind sowieso het Amerikaanse rechtssysteem tering ingewikkeld. Iedere keer weer als ik me daarin moet inlezen... Ik ben toevallig nou een docu erover gaan kijken. Want het is echt... Ja, het is best ingewikkeld, zeg maar. Ja. Je verschillende lagen. Maar ik denk wel eens terug aan die Galaxy Note, hè, van Samsung. De Note 7, die ontplofte. Mm-hmm. Dat verhaal heb je... Ja, dat was echt bizar. Zij waren ook hun hele imago was kapot. Alles met Samsung, iedereen was een grap over aan het maken. En hun taak was dus... om mensen ervan te overtuigen waarom deze telefoon, de nieuwe Note 8, veilig was. En daar hebben ze die hele persconferentie van de volgende Note 8, hebben ze daaraan besteed. Hebben ze met hele mooie visuals, hebben ze laten zien hoe het koelingssysteem in elkaar zit, hoe het wordt gefabriceerd, wat voor tests ze hebben gedaan, wat voor extra stappen ze hebben ondernomen om dat veilig te maken. Ik denk dat Activision Blizzard die strategie moet kiezen, echt... stappen ondernemen, maar ook daar heel transparant in zijn en laten zien waarom dit een veilige werkomgeving wordt voor iedereen. Maar daar gaat nog niemand naar kijken. Nee, maar ik bedoel geen persconferentie. Beetje hetzelfde als die 2K-presentatie tijdens E3. Nee, zo bedoel ik het niet, maar wel gewoon blijven communiceren erover en zeggen, nou, we hebben deze mensen laten gaan, want zij bleken hierbij betrokken te zijn en niet adequaat te hebben gereageerd. Ja, oké. Okay. En dat is wat Ubisoft wel probeert, moet ik zeggen. Ze hebben daar wel af en toe een update over gegeven en in hun laatste rapport zeggen ze dan wel weer heel trots dat het allemaal goed is, terwijl er echt nog wel mensen bij zitten waar ook echt hele slechte verhalen over gingen. Maar dat is wat ik kan bedenken qua gevolgen en oplossingen voor dit probleem. Oké. Ja. Nou ja, we zullen er ongetwijfeld over 2 weken weer over terugkomen. Even kijken wat er allemaal gebeurt. We volgen de ontwikkelingen op de voet. Videogames. Vorige week is er een game uitgekomen. En daar heb ik stiekem best wel veel tijd in gestoken. Eigenlijk meer dan... had verwacht. Is het Pokémon Unite? Het is Pokémon Unite. Oh, serieus, heb je Pokémon Unite gespeeld? Ja, man. Oh, ja, cool. ik moet het niet verwacht. Ik heb twee kleine Pokémon fans hier rondlopen. Ah. En ik vind het zelf stiekem ook best wel leuk. Dus ik had die geïnstalleerd. En ik start hem even op met die kleintjes. Maar dan moet papa het eerst wel even zelf proberen. Kijk hoe het werkt natuurlijk. Even testen. Ik heb dus de hele vrijdagavond, zaterdagavond, zondagavond die shit zitten spelen. Nice man. Wat grappig. Het is een MOBA toch? Het is een MOBA. Je hebt dus de verschillende Pokémon personages waarmee je speelt. En het is gewoon letterlijk een MOBA. En ik speel eigenlijk nooit MOBA's. Maar dit vind ik wel... Ik vind het wel heel erg leuk. Ik heb geen idee ook soms wat ik aan het doen ben. Maar je moet gewoon punten scoren door goals te maken en andere Pokémon neer te hoeken. En dat is gewoon lachen. Yeah. Hoe is de... Zijn er free-to-play trappings? Of is het... Het is vreselijk. Het is één circus. Het is niet normaal. Okay. Je hebt 5 verschillende valuta. Ik heb zo'n guide gemaakt voor YouTube. Komt zondag online als het goed is. Ik moest echt letterlijk... Elke munt en elke ticket die je kan verzamelen, moest ik opzoeken om te kijken wat je nou precies, hoe je hem verdient en wat je ermee kan kopen. Het is echt, je hebt EOS coins, je hebt EOS gems, je hebt EOS tickets, je
je hebt fashion tickets en dan heb je hollowware tickets. En die hebben, zeg maar, je kan meerdere dingen aan meerdere dingen uitgeven. En die fashion zijn dan weer fashion. En die verdien je op allerlei soorten manieren. De een verdien je met ranked matches, de andere in de battle pass. Je hebt een trainer level, je hebt daily challenges, maar je hebt ook nog daily missions. Wat het verschil is, weet ik ook niet. Maar je hebt ook nog battle pass missions en fair play points. En het is allemaal helemaal verspreid. Dus het is echt heel erg free-to-play. Maar het helpt dat de game zelf al gewoon heel erg leuk is. Het is gewoon een leuke game om te spelen. Heel erg Mewtwo toegankelijk erin? Ook. Wat zeg je? Mewtwo, Mewtwo erin zit. Oh, okay. Volgens mij nog niet. Ja, die kan je binnenkort waarschijnlijk kopen met een van de EOS Fashion Points. Fair enough. Ja, ja, nee, klopt. Het is qua free-to-play, qua microtransacties is het echt vreselijk. En ik laat mijn kids, laat ik het ook niet spelen. Want het is echt een trap. Nee, toch niet? Laat ze niet spelen? Goed nee, zo. Man. Bescherm ze van Dota's. Neem ze in bescherming. Of van MOBA's. Nou ja, de game zelf is okay, maar die je wordt... Ze zijn je echt geld uit je zak aan het kloppen, man. En vooral die kleintjes die drukken op elke mogelijke knop die er is. En ze hebben laatst per ongeluk al in een van de iPhone game op de telefoon van mevrouw een abonnement afgesloten voor een week voor iets. Dat is briljant. Dat gaat hier ook mee gebeuren, jongen. Er gaan zoveel ouders gaan hier rekeningen krijgen van, oh shit, wat hebben ze nou weer gedaan? Ja, maar je hebt die super fijne Parental Controls app van Nintendo. Ja, dat heb ik dus ingesteld op mijn eigen iPhone. Mijn tablets zijn helemaal afgesloten. Er kan niks gekocht worden. Ja. Als ze in een game zitten, dan druk ik ook 3 keer op de knop, zodat ze niet uit die app kunnen. Ja, oh ja. Dat hebben mijn vrouw dus niet gedaan. En ook de Nintendo Switch, die heeft de hele goede, echt fantastische Parental Controls. Ja. Xbox en PlayStation trouwens ook. Je kan alles in de gaten houden wat ze doen. Je kan alles monitoren, je kan alles op slot gooien. Maar heel veel ouders doen dat niet. Ja, maar die jij toch wel? Jij bent toch slim? Die geven gewoon aan een kids, hey, hier een Switch. Ja. Ga maar lekker spelen. Hier heb je een spelletje erbij. Oh, je wil online? Oké, hier, let's go. Maar ze hebben geen idee met wat je met zo'n ding kan doen. En wat Nintendo doet en wat PlayStation doen en wat Xbox heel goed doen. Die proberen die boodschap wel over te brengen naar ouders. Maar die kijken er letterlijk niet aan. Die hebben zo, oh, hier een Switch, ben je weer lekker stil. Ga maar lekker spelen. Ja. Interesseer je in wat je kind doet. Kijk wat ze doen. En niet alleen in videogames, maar ook online, op social media. Doe dat gewoon. Ja, maar jij kan praat het toch gewoon met doen. Ze open. Jij kan toch gewoon die Switch lekker dicht timmeren en dat ze gewoon potjes... Dat kan ik doen, maar ik zie gewoon van, oké, het is gewoon... Je kan hier best wel... Het is zo'n grijpautomaat, zeg maar. Ja. Het werkt best wel verslavend. Dus ik heb zoiets met mijn kids. Weet je, ik wil nog niet dat ze zo erg dedicated in een game komen zoals ik vroeger was of zo. Ik probeer dat een beetje tegen te houden. Ik weet wat het met mij heeft gedaan. Het is gewoon niet goed, weet je. Dat je alleen maar bezig bent met zo'n videogame. En deze game zit er heel erg op. Met het jou belonen van, oh, je hebt dit level bereikt. En je kan weer wat extra vrij spelen of iets extra's kopen. En ga gewoon even lekker voor de leuke spelletjes spelen. Met z'n tweeën. Gewoon een half uurtje. Klaar. Boom. Weet je wat ik altijd zo opvallend vind aan Dota en LOL en zo. En die games. Iedereen die ik spreek die dat echt hardcore speelt. Allemaal zegt, ja, het is echt een scheidspel. Ik heb het 3000 uur gespeeld. Echt een fucking scheidspel. Ja. Het is een soort van cocaïne of zo. Ja, ik weet niet. Het is zoiets misschien, ja. Ja, en dan die potjes van Pokémon die zijn een kwartiertje of zo, toch? 20 minuutjes. Ja. 10 minuten volgens mij. Ja. Dota kan gewoon 3 kwartier duren, weet je wel. Ja. Dota 2. Ja, maar ik vind, ik weet niet. Sowieso ben ik niet zo heel gevoelig voor al die gok-elementen en zo. En die microtransacties. Maar ik vermaak me best. Ik speel gewoon potjes. Tuurlijk, het is een hele leuke game. Maar ik zou het niet aan kids aanraden. Nee, oké. Okay. Ja, voor de rest, voor iedereen die deze podcast ziet of luistert, moet je gewoon lekker gaan spelen. Je moet het gewoon lekker doen. Het is echt een hele leuke game. En ik zit het ook met een grote glimlach op mijn gezicht, zit ik het gewoon te spelen. Maar ik weet van, ik ga niet, als ik misschien een keer €5 uitgeef aan een battle pass, prima. Ja. Maar ik ga niet op shit blijven klikken om extra muntjes vrij te spelen, zodat ik een special power kan kopen. Wat mijn kids wel doen. Die zijn er echt nog heel jong, hè. Dus, Ja. Spelen ze Roblox? Nee, we waren wel van het weekend aan Minecraft begonnen. Oké, goed zo. Maar geen Roblox? Geen Roblox, nee. Kijk, je bent echt een goede vader. Je beschermt je kind van MOBA's en Roblox. Dat is echt... Ja. Wat is er met Roblox? Want ik hoorde heel veel over, maar ik weet niet zo goed. Het is een soort Minecraft, toch? Je kan een soort van alles. Dingen...
Je kan alles maken in Roblox. Waarschijnlijk zit deze podcast, waarschijnlijk zitten op dit moment drie mensen precies dezelfde woorden uit te spreken als wij in Roblox. Ja. Oké. Okay. Alles maken in Roblox. Ja. Maar dat is dus ook een beetje ding. Er is weinig controle op. Want iedereen kan alles maken in Roblox. Dus ook, je kan alles downloaden in Roblox. En je weet dus, als je dat als ouder niet in de gaten houdt, je hebt geen idee wat je kind aan het spelen is. Want ze kunnen letterlijk alles doen. Ja. Ja. Ik heb daarom voor mijn neefje trouwens ook een X-SNES Mini gekocht. Zodat hij gewoon... Ja. Ik wilde dat hij daarmee begon. Ik wilde dat hij met klein begon, met games die zijn fantasie echt prikkelen. En dan kan hij daarna, zeg maar, fucking, weet ik veel, Rocket League gaan spelen of zo. Wat hij ook maar wil. Alleen niet meteen die PlayStation 5 graphics als een smoel duwen. Het grappige is, mijn kids gaan nog helemaal niet aan op graphics ook. Nee. Doet ze helemaal niks. Ze spelen ook liever op de tablet dan op de PlayStation. Ja, en ik heb letterlijk alles staan, hè? Waar ze op kunnen spelen. Ja, ja. En ze verkiezen gewoon de tablet boven de PS5 of Xbox Series X. Ze kijken niet naar grafische toetsen en bellen. En ze spelen liever ook gewoon een oude game, omdat ze dat leuk vinden, omdat daar een Disney-personage in zit, dan een spiksplinter nieuwe. Wat is de shit bij jouw kinderen? Wat is de shit nu? Is het Disney? Is het Star Wars? Mario? Ze zijn helemaal weg van Mario. En ze hebben ook die Lego Mario is een groot succes. Bij ze. Dat je gewoon zelf Mario levels kan bouwen. En met zo'n Mario met die geluidjes maakt, gaan ze dan doorheen. Ik had zoiets van, je mag het best hebben, maar volgens mij ben je er echt in één dag beter op uitgekeken. Maar hij is er nu al 2 maanden letterlijk elke dag mee aan het spelen. Hij slaapt zelfs met zijn Mario poppetje. Ik weet ook niet wat het is. Hoe kan dat? Dat zo'n loodgieter, Italiaanse loodgieter. Het is helemaal niet een speciaal personage. Hij is gewoon echt een middle-of-the-road personage. Het is een snorrenrood pakje, that's it. Maar ze hadden... Ik heb het nooit laten zien. We gaan het 1 keer spelen op de Switch. Gaan we Super Mario Odyssey spelen. En bam, hooked. Alles van Mario. Ze wilden alles van Mario hebben. Ja, het zijn de felle kleuren. Het zijn de grote ogen. Het is zijn vriendelijke gezicht. En de geluidjes, denk ik. Het is heel simpel en sprekend. Dat is wat kinderen aantrekt. Ja. Op die leeftijd. Verrassend goede analyse. Daar sluit me volledig bij aan, denk ik. Maar dat is het van tevoren nog niet. Maar dat is het. Ja, dat heb ik bij mijn studie gehad. Zeg maar een beetje die... zeg maar wat voor soorten entertainment bepaalde kinderen van bepaalde leeftijden vet vinden. En dat is ook, zeg maar, als ze 8 worden, dan kan hun brein opeens dingen categoriseren. Dus dan kunnen ze kleurtjes en vormpjes. Dus wat ga je dan doen? Ga je shit verzamelen. Nou ja, daar komt de Pokémon en de Minecraft fase van. Dan ga je minen, dan ga je blokjes verzamelen en dan ga je bouwen. Ja, ik heb dat allemaal van dichtbij meegemaakt met mijn broertje. Dat is echt hilarisch. Oh ja. Alhoewel, hij speelt nog steeds Minecraft. Fucking hardcore. Maar het is vet om te zien. Ja, die game blijft ook maar gaan, hè, Minecraft. Ja, man. Ik snap. Ik heb ook weer een server afgesloten. Join onze Discord, kun je hem spelen. Ja, echt? Onze Discord, de Ron en Erik Discord. Ja. Ik heb een server, een realm. Ik vind dat echt gruwelijk, man. Maar wat doe je dan? Die game is zo fucking gruwelijk. Hè? Wat doe je dan op je eigen server? Ja, ik maak eigenlijk niet zoveel. Ik vind het gewoon leuk om rond te lopen en te kijken wat andere mensen hebben gemaakt. Bijvoorbeeld, nu staat er nog niet heel veel en ik heb ook al 2 dagen niet gekeken. Maar toen ik de vorige keer 2 maanden een server had afgesloten. Ja, ik had zelf een glazen fort gebouwd op de rand van een berg onder een waterval. Dat vond ik gewoon een vet idee. En toen was ik echt super trots daarop. En ik had lava en zo dat onder het glas. Want ik had een glazen vloer. Dat er onder doorstroomde en zo. Ik vond fucking sick. En toen had iemand het soort van... Ja, echt. Een dag later log ik in. En gewoon mijn zielige glazen boomhut werd vernederd door iemand die een gigantische bol had gebouwd bovenop een berg waaruit water kwam stromen. Hij had liften naar boven toe. Hij had binnen een dag al een ondergronds mijningstelsel gemaakt, gecategoriseerd op welke lagen je de meeste kans had op welke soorten kool en welke soorten bloks. En ik had toen volgens mij net ontdekt hoe je lampen moest maken. Ja.
Ja, dat gevoel ken ik. Als ik met mijn broertje Minecraft ga spelen, dan heb ik echt een heel suf huis. Gewoon vierkant en dan probeer ik een soort van dak te maken. En ik heb wel dingen geleerd, het komt wel, maar dan draai ik me om en dan staat er echt zo'n flatgebouw met een hele boerderij eromheen, een hele voedselvoorziening. En dan heeft hij een soort van eigen KFC gebouwd, waarbij gewoon kippen vermoord worden en automatisch gebakken en het, ja? dat het dan in emmertjes terechtkomt. Dan denk ik, wat is dit nou weer voor narcistisch? Want oké, dus dit is hoe dat principe werkt. Aan de, even kijken, je gooit er eieren in. Yeah. Dat worden dan kippen, soms of zo. Ja. Kuikentjes, maar hij vangt dan van de kuikentjes ook weer, als ze eieren leggen, vangt hij die weer op. Dus het is een nooit eindigende machine aan Kentucky Fried Chicken. Want hij maakt de kuikens op een gegeven moment ook nog dood. Want als ze groot worden, dan raken ze zeg maar op een gegeven moment de lava of zo. Iets. Zoiets. Wauw. Ja, het gaat zo diep. Het gaat zo diep. Het is echt het is heel cool. Ik heb eerder dit jaar heb ik een beetje de geschiedenis van Minecraft gedaan. Je hebt dan een artikel over geschreven. Ja, artikel en een video. En het is heel vet hoe het zeg maar ook door de jaren heen is geëvolueerd. Het begon echt als iets heel simpels. En wat wel cool is dat al die YouTubers, het loopt er echt als een soort van rode draad doorheen. Er zijn een paar gasten die daar gewoon ooit een keer mee begonnen zijn. En die zijn echt uitgegroeid tot rocksterren met echt tientallen miljoenen subscribers. En als je ook al kijkt naar die parodiemuziek, die gewoon soms meer views pakken dan het origineel. Ja, dat is echt, het gaat helemaal nergens over. Maar ik vind het heel cool. Mensen die kijken een beetje neer op Minecraft soms, maar ja, het is gewoon zo'n bijzondere game. Ja, weet je wat? Het leeft nog steeds. Weet je wat ziek is aan Minecraft? Toen Minecraft werd gekocht door Microsoft, dacht ik, nou nog Minecraft kopen? Of Mojang, de ontwikkelaar. Ja. Is dat niet een beetje vroeg? Of laat, bedoel ik, laat. Is dat niet een beetje laat? Want toen was Minecraft al overal. En dan lees je dat de ruime meerderheid van de omzet die Minecraft heeft gedraaid, pas gedraaid is nadat Microsoft het heeft gekocht. Ja. Echt een ruime meerderheid. Volgens mij ruim 70%. Ja. En dan denk je wel van, Jesus fucking Christ, hey, dat is echt een geweldige investering geweest. Yep. Ja, dat gaat echt nergens over. En ze doen, nee, ze doen helemaal niet eens zo heel veel uitbrengen of zo. Want het is echt niet alsof er elk jaar een gigantische uitbreiding uitkomt. Dat komt er wel, maar het zijn vaak hele kleine aanpassingen. Je hebt nu bijvoorbeeld die Caves and Cliffs update, die hebben ze dan weer in tweeën gesplitst. En dat is dan wel weer een grote update, maar soms is het echt, dan voegen ze wat beesten toe en zo. Ja, nou moet ik wel zeggen, ze hebben nu wel een aantal gestreak met die nederige update en zo. Ze hebben wel een aantal gestreak qua goede updates. Maar inderdaad, er zitten ook updates tussen die dan een beetje wenkbrauwen ophaalt. Zo. Ja. Maar goed, ze hebben natuurlijk die Diablo-clone Minecraft gehad. Ze hebben die Minecraft gehad, die, hoe heet die, van de Walking Dead dingen, mensen. Waarvan ik de naam, Telltale Walking Dead game gehad. Ja. Ze hebben wel wat spin-offs gehad, maar dit was nooit echt een groot succes, toch? Commercieel geen idee. Ik weet alleen dat ik beide games niet goed vond. Nee. Ik vond die Minecraft Diablo clone nog wel oké. Okay. Minecraft Dungeons was wel oké. Die vond ik best wel leuk. Alleen heel simpel. Dus je ging er, als je Diablo speelt, ik zou zeggen, als je Minecraft, er zit bijvoorbeeld geen crafting in. Het is gewoon echt Diablo. Yeah. En toen had ik wel zoiets van, vind ik een beetje jammer of zo. Dus het is meer mine dan alleen maar mine, als het moet noemen. Het is meer Diablo. Zou het gewoon Diablo moeten noemen? Ja, het is ook gewoon Diablo Lite, een soort instapper. Ja, dat is het. Ja, maar ik vind niet echt dat ze die Minecraft-licentie heel vet gebruiken of zo. Hey, een andere game. Hebben jullie Death Door gespeeld? Ja, man. Nee. Ja. En? Ja, gruwelijk. Ik vind het heel vet. Het is gewoon The Legend of Zelda. Dat doet het mij heel erg aan denken. Zo van, daar heeft het veel van weg. Oh. Met de oude dan. Ja. Er zitten superveel geheimpjes in. Echt goede geheimen ook. Leuke kleine geheimpjes. Puzzeltjes. Heel veel shortcuts. Heel veel dungeons. Ja, het is een oldschool game. Maar het ziet er heel mooi uit. Ja. En het is een game waar ik me goed mee vermaak. Hoezo, speel jij hem ook, Martin? Ja. Echt waar? Oh, vet. Ja. Waar ben je ongeveer? Ja, we gaan het begin. Maar ik had hem opgestart. Want ik moet Pokémon Unite spelen. En kwam dus. En ik vandaag was ik de hele dag een andere game aan het spelen. Er is zoveel om te spelen toch nog. Ja, stiekem. Zeker.
komt best wel uit. Want sowieso, het wordt een hele lekkere maand op Game Pass. Hades komt de Game Pass. The Ascent is aanstaande vrijdag. Morgen dus voor de mensen die dit op donderdag luisteren zien. 12 Minutes zit eraan te komen. Het is echt een dikke maand. En over Game Pass gesproken. Afgelopen dinsdag kwam daar Flight Simulator eindelijk op de Xbox Series X en S. Maar via Game Pass. En ik dacht, nou, ik ga dat even installeren. Even kijken. Maar dat is gruwelijk, jongen. Ja, dat weet normaal. Ik had nog niet gespeeld op PC. Dus Oké. Ja, ik wel. Die shit is fucking gruwelijk. Die shit is echt fucking gruwelijk. Maar jij speelt hem... Jij ziet er echt professioneel uit als jij die game speelt. Want jij speelt hem dus met pedaal. Je hebt die choke, of heet dat? Je hebt de poke. Ik kan wel de poke. Kijk, ik heb dus dit, hè? Kijk, dit... Maar dit vind ik hilarisch. Die sokjes. Alsof je een soort van boven je stoel bungelt en een verhogingje nodig hebt. Ik vind het echt heel grappig. Dat zijn mijn pedalen, Jacco. Ja, maar dat is toch hilarisch. Daar kan ik sturen mee. Kan ik mee sturen. Ja, en maar werkt dat dus een... Ja? Werkt dat een beetje? Nou ja, het werkt prima. Het is een Thrustmaster setje. Die schijnt nu overal uitverkocht te zijn. Want volgens mij is letterlijk half Nederland aan het flight simmen. Ja. Maar het is echt leuk, man. Ik weet dat ik vroeger had, dat ik om mijn 486 PC'tje had ik ook volgens mij een van de eerste flight simulators. Ja. En daar stak ik ook al verdacht veel tijd in. Ja. En het enige wat ik toen nog kon is opstijgen van Schiphol en een beetje rondvliegen. En dan zag je her en der zag je een kubus. Dat moest dan Amsterdam voorstellen of zo. Ja. Maar als je dat nu doet. Ik was even over Den Haag aan het vliegen vanmiddag. Dus de pier van Scheveningen mist, dat is jammer. Maar toch, het is toch geinig om over je eigen huis heen te gaan vliegen. En dan vloog ik weer door naar Amsterdam. Even over naar Haarlem, even naar de puurredactie ben ik gevlogen. Even langs mijn ouders gevlogen. En daarna had ik zoiets van, oké, laten we naar Londen vliegen. Ben je gewoon 40 minuten naar Londen aan het vliegen? Hartstikke idee. En, het is dat. En het is niet dat je verveelt. Het is gewoon een rechte lijn dat je vliegt. Maar ondertussen ben je wel bezig, een beetje bijsturen. De graden in de gaten aan het houden. Een beetje naar boven, een beetje naar beneden. Ga je om de storm heen vliegen. Want het weer is real time. Dus als het hier nu regent, dan regent het hier ook in de game. Ja, precies. Dat is wreed, man. Ik zat naar je stream te kijken en het regende fucking hard hier. En wat ik echt hilarisch vond, is dat zeg maar jouw vliegtuig was bijna niet te zien. Omdat jij echt door zware onweerswolken echt bijna zwart aan het vliegen was. Je zag echt geen fuck. Nou, dat is leuk. Kijk naar buiten, kijk in de stream, zie je precies hetzelfde. Ja. Toen die orkaan er was, vlogen mensen er ook heen. Hè? Ook de orkaan zat erin. Toen de game, ik heb deze game heel veel gespeeld in het begin. Ik heb echt ik heb dingen gekocht voor deze game. Ik heb deze game echt... Toen die net uitkwam vorig jaar op de PC, heb ik zo hardcore lopen spelen. Dat ik zelfs op allemaal subreddits zat en zo. Voor domme, debiele cockpits en zo. En je kon mods downloaden. Ik heb al die shit gedaan. Van tevoren wist ik echt een reet over vliegen overigens. Maar ik werd er gewoon zo ingezoken. Maar het weer is real-time. Maar dus dusdanig real-time dat bijvoorbeeld Rami Ismail, die heeft een keer een vlucht gedaan. En onboard had hij zijn laptop meegenomen. En toen ging hij dezelfde vlucht vanuit dezelfde passagiersstoel simuleren in Flight Sim. En het weer, jongen, was perfect. De sterren, die stonden perfect. Die game is zo fucking crazy technisch. Dat is niet normaal. Het is real-time traffic ook. Ieder vliegtuig in die game is een vliegtuig dat op dat moment rondvliegt in de echte wereld. Overigens, je hebt ook nep. Je ziet ook af en toe, als je opstijgt, vliegtuigen van andere mensen. Dat wel. Ja. Oh, okay. Die ook die game spelen. Maar je hebt dus ook een moment gehad dat er een orkaan was. En mensen vlogen aan die orkaan. En dat zag er zo insane mooi uit. En dat is zo vet. Je kunt het heel makkelijk googlen. Want het was toen echt een dingetje. Ik denk dat we er zelfs wel puur erover geschreven hebben. Wat gebeurt er dan? Ga je dan schudden? Stort je dan neer? Ja, weet ik niet. Ik ben heel vaak neergestort. Vooral op huizen van vrienden. Maar en dan foto's sturen en dan op WhatsApp. Haha, bitch. Ja, heel vos. Ja. Maar die game is insane, man. Ik snap het helemaal. Ik snap het helemaal. Maar een deel... Ja? Ja, zeg het maar. Nee, ik wilde vragen... Hij ziet er dus best wel mooi uit op Series X, van wat ik heb gezien. En Series S ziet er natuurlijk ook uit. Maar een deel wordt toch in de cloud gerenderd of zo? Ja. Of niet? Ja, ja, klopt. Ja, landschap volgens mij vooral. Ja. En volgens mij... Okay. Ja, ja.
Maar de game heeft by far de mooiste graphics, zeg maar technisch gezien, die ik ooit in een game heb gezien. In ieder geval op de PC. Ik kan niet over de Xbox Series X versies spreken of de S. Ja, ja, je merkt wel dat de Xbox Series X het echt wel zwaar mee heeft. Af en toe pakt de framerate echt insane hard in. Ja, het zou ook kunnen te maken hebben met mijn verbinding, hoor. Dat het juist met dat cloud gaming niet helemaal goed werkt. Dus dat zou ik in de komende tijd nog even beter moeten gaan testen. Lars is hem voor ons aan het reviewen. Dus de review komt vrijdag. Dus morgen als je het donderdag ziet luisteren. Hij heeft er wel veel meer tijd in gestoken. Dus, en hij weet er ook meer van. Dus dat laat ik lekker aan hem over. Ik vind het gewoon lekker om rond te fladderen. Maar, en ik was vanmiddag door Las Vegas aan het vliegen, man. Ik miste Las Vegas. Ik wilde heel graag weer naar Las Vegas. En ik was er gewoon even vanmiddag. Ik wist gewoon weer precies waar alles was. Daar was ik. Zo gruwelijk. Ja, toen ik hem net voor de eerste keer had, wilde ik naar Eindhoven vliegen. Maar je kon niet op Eindhoven opstijgen. Dus dat moest via Amsterdam. Dus dan zat ik echt met Google Maps zo naast me. Zat ik zo te kijken op de grond van, dit is de Maas. Oké, dan moet dat aan Eindhoven zijn. Nee, wacht, deze beek. Want het is gewoon, alles klopt precies. Die shit is zo fucking crazy. Dat is zo leuk om te doen, jongen. Maar speel jij, Martin, speel jij hem? Hoe speel jij hem? Heb jij bijvoorbeeld de training al gedaan? Nee. Ja, die is zo Maar speel jij hem dan als gewoon Battlefield vliegtuig, zeg? Want je kan hem zo makkelijk maken dat het gewoon net als ik heb alles op easy staan. En ik speel oké. Ja, wacht even tot die... Je moet even die training gaan doen. En dan ga je gewoon echt leren hoe jij een Cessna, wat gewoon in principe een grasmaaier is. Die ga jij leren opstijgen. En dat eerste moment is zo vet. Dan denk je echt, godverdomme, ik kan vliegen. Als je mij nou in een vliegtuig zet, als je mij in deze volwassen... Want het is echt gewoon, het ziet er echt uit als een grasmaaier in 1980 van binnen. Van die domme, weet ik veel, van die... Hoe noem je dat? Van die radartjes? Nee, van die ronde metertjes en zo. Waar je echt zo op wil tikken met je wijsvinger. En waarvan je precies. Dat je echt denkt van, als ik erop tik, dan begint hij een keer zo gek te draaien. Net als in films. Het is zeg maar super cheap, lijkt het allemaal. Maar je weet dan wel van, als ik dit kan, dan kan ik het ook in het echt waarschijnlijk. En dat is natuurlijk niet zo. Je scheidt in je broek in het echt. Ja, maar... ik heb dus een keer zelf mogen vliegen in zo'n klein klote ding. Oh, serieus? Was voor een game evenement voor Ace Combat, zo'n strijdige game. Yeah. En dan mochten we ook met F-16 piloten mee in zo'n klein vliegtuigje. Maar dat ging hard, jongen. Op een gegeven moment zei hij, we zaten boven het Veluwe meer of zo. Oké, you have control. Dan heb je ineens dat vliegtuig. Dat is niet oké. Nee, maar je kan het met twee vingers besturen. Het is zo gevoelig. En je hoeft ook maar hele kleine tikjes te doen. En dan gaat het ding al zo. Nou, ik was binnen 5 minuten zo kotsmisselijk. Ik zei van, jou die overnemen. En we gaan geen loopings meer doen. We gaan geen kurkentrekkers meer doen. We gaan niet meer met 10G naar beneden. We gaan terug. Anders kots ik hier de hele band onder. Jij zat hem gewoon te bedreigen. In het vliegtuig. Ja. Ik kots in jouw helm als jij niet stopt met loopings maken. Nou ja, ik zat achter volgens mij. Ik zat achter. Dus als ik zou kotsen, zat alles over mezelf heen, niet over hem. Maar jezus, man. Dan zit je... Dus dit is zeg maar... Dit is waar je zit. En dit... Daar is buiten. En alles schudt. Elk windscheetje voel je. En dat is dat heb je natuurlijk niet bij Flight Sim. Maar ik heb wel het idee van als ik straks goed ben in Flight Sim, met mijn stickies en mijn pedaaltje, zo de Cessnaatje van de grond af, hoor. De illusie dat het zou kunnen is wel tof. Omdat het gewoon, als je ze van binnen ziet, het is echt een absurd detail nagemaakt, die cockpits. Dat slaat, dat slaat echt helemaal nergens voor. Ik zou niet weten hoe je dit nog mooier of echter kan laten lijken. Op mijn scherm zag het er gewoon echt uit. Ik kon niet zien dat het er geen... Je kan niet zien dat het een film of een game is. Bijna, zeg maar. Zo teringscherp en zo gedetailleerd. En zoveel pixels. Ja. Maar je moet eens over de Great Barrier Reef en zo vliegen, man. Allemaal dat soort dingen. Maar die game doet dat zo vet. Je hebt challenges. Zeggen ze bijvoorbeeld, hier heb je een cliff. En daar, zeg maar, daar die iets minder groene strook gras, daar moet jij je vliegtuig op landen. Oh, en je vliegtuig is een Boeing. Succes. En die game heeft wel, zeg maar, van zulke challenges. En dat is heel vet. Dat is cool. Hey, ja, man. Kennen jullie die video van die kat die op het dak van dat vliegtuigje in slaap was gevallen en dan in de lucht wakker wordt? Nee, bestaat dit?
Ja, die is echt hilarisch. Zijn kat die was gewoon lekker gaan slapen in de zon op een vliegtuigje. En die mensen die stijgen op. En in de lucht wordt die kat opeens wakker van... Wow, wat is deze wind? En die is helemaal in paniek en in de war. En die loopt zo... Probeert zo een soort van contact te maken met die mensen ook. En op een gegeven moment steekt hij zo zijn kopje. En die mensen zitten een beetje om zich heen te kijken. En op een gegeven moment ziet iemand van... Yo, wacht. Er zit een kat op het dak. We moeten heel voorzichtig. Dan gaan ze heel voorzichtig landen. En dan blijft zo zitten. Dat is niks. Wat? Maar die kat die zit niet in de cabine. Die zit op het dak. Ja, op de vleugel volgens mij. Ja. Maar hoe kan die kat? Wat? Vliegt die kat niet eraf? Nee, hij vloog er niet af. Oh, Tekken zou eraf vliegen. Die is te dom. Die denkt zelf dat hij kan vliegen. Ja. Ja, het is een van mijn favoriete video's. Ja, dit moet ik. Ik wil hem nu ook meteen zien eigenlijk. Ja. Ik zal hem zelf opzoeken. Jee. Nou, goed. Flight Sim dus. Ik ben enthousiast. Ron is enthousiast. Jacco gaat ook spelen. Want die heeft ook een Xbox met Game Pass. En dan zijn we volgende week zijn we allemaal piloten in de dop. Sowieso, ja. Denk ik. Ja. Kan niet anders. Ja. Wat moeten we nog meer gaan spelen de komende week? Er komt wel wat uit. Nog niet heel veel, maar... Nee, niet cent. Veel. Aanstaande vrijdag. Nee. 12 minutes, ja, heb ik zin in. Ik moet toch zeggen... Oh. 12 minutes? Vrijdag? Nee, toch? The Essence komt vrijdag. En The Essence komt vrijdag. 12 minutes komt ergens begin augustus. Ja, ik wel zeggen, man. Daar heb ik tering veel zin in. Ja. 12 minutes... Auw, teringkat. Hij bijt mij gewoon. Teringleier. Bijt hem terug. Ja, zet je op een vliegtuig. Hij heeft net gehoord dat je hem dom noemde. Ja, hij is ook dom. Net zoals vorige week. Twee weken terug. Het is gewoon karma, Ron. Je kan je katten niet zomaar dom noemen, dat hebben ze door. Ja. Oké, dat is... Ja, die Ascent komt... Intelligente vibe. Die Ascent komt dus vrijdag. Daar heb ik niet zo heel lang geleden een presentatie nog van gehad. Het is op zich wel... Het is niet per se mijn game, maar ze pakken het wel vet aan. Een soort van twin-stick shooter. Maar ze willen... Ze zeggen heel duidelijk dat het ook echt een single-player RPG is. In een soort van cyberpunk-stad, waarbij je... Je personage moet customizen, allemaal augmentations heb en het schieten ziet er heel vet uit. Omdat ze kunnen heel veel in beeld brengen. En het is co-op, dus ja. Wel leuk. Ook Game Pass, inderdaad. Ja, daar heb ik wel zin in. De wereld ziet er heel erg interessant uit, dus dat lijkt me wel leuk. En de 12 minutes, die staat echt hoog op mijn verlanglijstje om te gaan checken. Ja. Moet ik sowieso spelen. Zeker. Dit is echt het jaar van de indies, man. Bijna alle leuke games zijn indies tot nu toe. Omdat alle AAA's zijn uitgesteld. Ja. Ja, ik noem ook nog Boomerang X. Ook van Devolve, net als Death's Door. Zo fucking... Ik heb een 9 gegeven. Die game is zo fucking hard. Ja, echt een goed jaar voor indies. Die staan vol in de spotlights nu. Augustus Zeker. Waren ook nog echt heel veel andere indies. Ik zit even te kijken. Ik had een lijstje gemaakt, maar... Skatebird komt ook uit. Die wil ik gewoon spelen. Gewoon alleen al door de naam. Een vogel op een skateboard is. Ja, natuurlijk. Dat is toch fantastisch. Maar die demo was niet echt heel erg spetterend, toch? Nee, de demo was niet zo goed. Nee, het was geen goed. Dat kwam... Nee. Ja. Dus dat... Ja. Even kijken hoor. In ander nieuws. Vandaag waren we ook een aantal financiële cijfers. De fiscale rapporten waren binnengekomen van Xbox en van Sony. De Xbox Series X en S waren de snelst verkopende consoles voor Xbox. Ooit? En voor de PlayStation zijn er al 10 miljoen over de toonbank gegaan. Ja. Hoe hoog zou de vraag zijn naar PlayStation? Hoeveel miljoenen PlayStations zouden er verkocht kunnen worden zonder chiptekort? Ja, wat denken jullie? Te zeggen. Ja, dat is moeilijk, hè? Weet je, wat het nu ook een beetje is... mensen kopen hem nu gewoon omdat er een tekort is. Ja. Als je er nu, ik zat zelf ook, weet je. Ik heb er een... En we hebben zelf zo'n checker en een Telegram groep. En dan popt er af en toe eentje op. En dan zit ik, pop, ik neem hem. Ja. Ik ga hem kopen. En waarom zou ik hem kopen, weet je? Het is ook een beetje een soort van rat race geworden om gewoon zo'n ding te hebben. Dus je weet niet hoeveel of mensen hem echt wel willen hebben of zo. I don't know. Misschien wel het dubbele. Ik denk wel het dubbele, ja. Iedereen in mijn omgeving die er geen heeft... Die willen bijna één, zeg maar. Uit mijn vriendengroep of zo. Ja, bij mij heel ook. Veel met gamers. Maar... Nou ja, de meeste mensen... veel vrienden van mij die gamen heel casual. Die spelen echt alleen Warzone af en toe of zo. Of FIFA. Maar zelfs die willen...
al heel lang een PlayStation 5 kopen. En er waren er heel veel die dachten, oh ja, dit najaar hoeft nog niet. Ik koop hem wel in januari of februari of zo. Toen zei ik nog, je moet meteen kopen, want hij gaat opraken. En ja, nu hebben ze spijt dat ze dat niet hebben gedaan. Ja. Ook je Warzone en je free-to-play games, die wil je eigenlijk toch wel gewoon op een PS5 of een Xbox Series X spelen. Ook van zo'n Fortnite, weet je. Want die hele lekkere hoge frame rates. Nou, Warzone ook. Apex krijgt straks ook een next-gen update. Dus toch wel fijn als je dan zo'n machine naast je tv hebt staan. Ja, zeker. En ik vond... Want Microsoft die zeiden dat de Series X en S de snelst verkochte consoles zijn ook van Microsoft. En volgens mij was het Nico Partners, die analisten, die schatten dat het 6,8 miljoen stuks was. Wat echt wel veel is, vind ik. Ja, dat is zeker veel. Als PS5 10 miljoen is. Ja, zeker. Dat is absoluut waar, ja. 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 Kun je nagaan. Series X vind ik ook gewoon echt echt de beste Xbox console ooit gemaakt. En ik vind dat niet per se van de PlayStation 5. Ik vind de PlayStation 4 out of the box vind ik hem fijner dan de PlayStation 5. Alleen technisch is het natuurlijk wel veel beter. Met de controller en zo. Ja. Ik haat dat besturingssysteem echt zo erg van de PlayStation. Dat is echt je hebt heel veel problemen mee, hè? Oh man, ik ben echt continu aan het vechten met dat fucking besturingssysteem. Ik snap echt niet hoe ze dit ooit zo hebben kunnen laten doen. Die updates blijven ook maar op zich wachten, man. Nee? Oh man, parties en vrienden en trofies. Ja, partysysteem is nog steeds... Dat is een van de weinige dingen die ik actief gebruik, maar het is zo verwarrend. Het is zo verwarrend om te zien waar je vrienden nou zijn. Een hele lijst. Ja. Dan moet je zoeken naar dat icoon. Kaartjes, gebruiken jullie dat? Kaartjes? Nooit. Is dat? Ik weet nog, toen wij deze podcast opnamen, toen zei Florian van ja, dit is echt een beetje een equivalent van. Hoe heet dat? Auto. Nee, niet de auto. Op de Xbox dat je tussen games kan schakelen. Ik ben even de naam. Quick Resume. Ja. En toen zei ik al van ja, ik gebruik het gewoon. Ik heb het gewoon niet gebruikt. Dus ik kan er niet echt over meepraten, maar inmiddels kan ik wel zeggen dat echt als het dat moet zijn, dan is het dat echt compleet niet. Ik gebruik het echt nooit. Nee, maar ik snap die dingen ook niet echt. Er staan voor mij echt nooit interessante dingen tussen. Nee, het zijn altijd challenges of zo. Ja, het zou ook tips moeten geven, maar ik zie nooit een tip staan. Maar dat weet ik wel. Zit ik vast in een game en denk van oké, hoe kom ik hier langs? Laat ik even die kaartjes checken, maar... Maar dat hebben ze beloofd, toch? Maar ik heb niet... Ja. Ik weet niet eens of het er nou officieel in zit of niet. Nou ja, in Demon's Souls zouden iets van 150 filmpjes zitten of zo. Die uit zouden leggen wat je wanneer moest doen. Of zoiets zeiden ze bij launch. En er waren andere games die dat hadden. Astro's Playroom en zo. Ik heb dat gewoon letterlijk... Als ik het zou zoeken, zou ik niet weten hoe ik het... Ik zou niet weten waar ik zou moeten beginnen. Ik ben er nooit tegengekomen of zo. Ik heb gewoon geen idee. Zit het er wel in, inderdaad? Ja. Maar wat zouden ze voor jou moeten veranderen aan de PS5, zodat je het wel fijn vindt? Die kaartjes eruit? Kleiner. Ja. Kleiner? De PS5 moet kleiner. Ja. Hij moet kleiner, hij moet worden gesnoeid inderdaad. Software update, dat je zeg maar een soort kit kan bestellen, dat je hem zelf kleiner kan maken. Ja, mooier ook. Hij moet mooier. Want ik dacht echt toen ik hem recenseerde van ja, uiteindelijk, ik ben nu heel kritisch op hoe lelijk die is. Maar na een jaar gaat dat wel weg. Nee. Ik ben hem waarschijnlijk nog meer gaan haten hoe lelijk die is. Serieus. Ja? Ja. Mijn Xbox staat echt helemaal... Die valt gewoon niet op. Die is gewoon weg. Die bestaat niet. Maar die PlayStation die schreeuwt gewoon... Yo, ik ben hier en ik bepaal jouw meubilair. Yo, ik zie hem vanaf hier staan. Ja. Liggen. Ik zie hem gewoon. Maar daarnaast staat de PlayStation... Zie je die Xbox? Die zie je niet. Nee, die is prachtig. Die is prachtig. Die zie je niet. De PlayStation van... Hallo, ik ben een PlayStation bij. Ja, precies. Wil op mij. Ik ben een gamer. Ja. Maar zet er dan even een zwarte kapjes op. Dan valt hij minder op. Ja, de tering dat ik zwarte kappen ga bestellen omdat Sony niet kan designen. Dit is uit schaamte. Een statement is dit. Nee. Maar het OS moeten ze veranderen. Verder vind ik het een hele fijne console. Maar ik vind het OS echt insane kut. Ja, maar dan parties, vrienden, dat je die niet... Parties, vrienden, design, niet opsplitsen van games. Die fucking games! Wat is dat, jongen? Ben ik een game aan downloaden en denk ik... Yes, eindelijk, hij is klaar. Ah, het is de PlayStation 4 versie. Fuck my life. Feesteerd. Daar word ik zo scheidsziek van. Wat is dat? Leer gewoon... Microsoft zat in het begin de hele tijd van... Oh ja, wij hebben... ik weet al die termen niet. Ze hebben echt 20 miljoen termen voor alles. Alleen, ze hadden zo van... als je de Xbox Series... X-versie wilt, kun je ook gewoon de normale versie kopen van de Xbox One, want die werken met elkaar. Die zijn cross-compatible, zeg maar. Ik ben even de naam kwijt. Oh, nee, Access.
De Smart Delivery. Smart Delivery, juist. Ja. En toen dacht ik echt, ja, wat een heap of shit. Flikker toch op, man. Dat is gewoon een spelletje. Je stuurt het. Hè, Smart Delivery. Maar als je ziet hoe kut het op de PlayStation gaat, denk ik, ja, oké, Smart Delivery. Dat zijn wel die dingen, ja. Stupid dat, Delivery, niet, letterlijk is het. Het is echt en dan insane. Heb je... Hoe krijg je het verzonnen? Maar het is niet alleen de versie van de game. Het is bij Xbox ook je save. Dat is ook wat Smart Delivery inhoudt. Je stopt de game erin en hij zoekt voor jou de beste versie en je save erbij. Maar waar ik ook heel erg tegenaan loop is als ik een oudere game wil installeren. Dat doe ik gewoon af en toe, zeker als het zo'n next-gen update is. Tony Hawk heb ik dat laatst geprobeerd. Dan moet je helemaal naar de system settings om daar je cloud saves te halen, te downloaden. Terwijl ik wilde het gewoon doen als ik zeg maar de opties van de game selecteer. Maar dat kan helemaal niet. Terwijl op PlayStation 4 ging dat nog makkelijker. Dan kon je, volgens mij, zoals ik het herinner, kun je gewoon je save downloaden uit de cloud. Maar nu moet je dus naar de system settings. Dat vind ik irritant. En waar ik dus ook tegenaan loop, is dat die wel echt vol zit. Ik heb niet eens zo heel veel games erop staan. En ik hoef ook niet heel veel tegelijk. Maar ik heb toch wel, nou ja, alleen al Warzone en Black Ops heb ik erop staan. Oké. Okay. En die heb ik ook teruggesnoeid, hè. Dus ik heb... Modern Warfare multiplayer eraf gegooid. Ik heb alle campaigns eraf gegooid. Dus ik heb echt alleen Warzone en Black Ops multiplayer. Zombies heb ik misschien ook wel eraf gegooid. Hoe groot is die dan nog? 7 terabyte of zo? Echt wel heel veel. Ja, zeker nog wel 200 gig of zo bij elkaar. Maar je zal het beloofd, je hebt die interne SSD-slot, dat je daar dan eentje in kan prikken. Dus ik dacht, klopt. Als ze dat over een tijdje doen, dan kan ik mijn geheugen uitbreiden. Maar dat laat nu al zo lang op zich wachten. Ik verwacht, ik verwacht dat wel dit jaar nog, hoor. Ja, oké. Okay. Die SSD's zijn er op zich wel klaar voor. Er zijn SSD's die je er al in kan prikken. Het is alleen nog wachten op die update. Ja, het is geen goed moment om zulke SSD's te kopen. Ze zijn nog steeds heel duur. Dus dat moet er wel bij zijn. Ja, en ze moeten ook... Ze moeten ook echt letterlijk handmatig volgens mij toestemming geven welke SSD's erin passen. Zodat je games niet gaan laggen of zo. Ja. Maar snap je nou iets beter waarom ik het OS kut vind? Ik gebruik misschien die machine iets anders dan wat jullie doen. Ik zit minder met mensen samen te spelen. Dus ik start letterlijk gewoon... ik download mijn game, ik start hem op. That's it. En af en toe zit ik in een party en dat systeem, dat snap ik ook niet. Ze hadden een heel goed systeem. Het werkt echt als een trein. En dat hebben ze, om een of andere reden hebben ze dat omgegooid. En heel onlogisch gemaakt. Als je dat nu opent, zie je eerst een lijst met de laatste mensen met wie je samen hebt gespeeld. Daarvan, die ken je, 9 van de 10 ken je niet. Die ben je gewoon online toevallig tegengekomen. En dan moet je naar rechts met een tapje om naar je vriendenlijst te gaan. Dat is gewoon omslachtig. Dus dat snap ik. Maar voor de rest ben ik eigenlijk alles al wel gewend. En ik heb juist meer, als ik niet terugga naar de PlayStation 4... als ik dat juist onhandig en clunky vind. Maar, Je moet wel zeggen, de Xbox is ook zeker niet perfect qua OS. Het is meer, je bent eraan gewend geraakt omdat ze hem al heel lang hebben. Maar en wat ik ook heel chill van de PlayStation, want dat heeft de Xbox helemaal niet, is dat je kan screen sharen. En dat screen kun je dus linksonder, als je in een party zit met elkaar, kun je dat gewoon klein zetten. Dat is een fucking gruwelijke functie. Ja. Dat wil ik ook overal dat. Dat is echt super dik gedaan. Maar dat staat wel tegenover dat je je achievements of trophies dan in Sony's geval staat onder je profiel. Die je helemaal naar links, dan moet je helemaal naar rechts, dan staat je profiel, dan staat je trophies. Dan zie je zo'n hele grote... pictogrammen van je trofies, wat heel erg onhandig is. En wie verzonnen dat ik niet met de knop kan inhouden? Is er iemand die zich niet dood eigent aan het feit dat je de knop niet kan inhouden om hem uit te zetten? Want, dat is ook een soort van gewenning. Weet je, na een week had ik al zoiets van, oké, één keer drukken, dat is het. Ja, ik niet. Ja, nou, ik vind het startmenu van Xbox ook niet echt handig, hoor. Want als je naar instellingen wil, dan moet je op de Xbox-knop drukken. Ja, dat klopt, ja. En dan moet je helemaal naar rechts. Ja. Maar je hebt ook, zeg maar, opname-instellingen en gewone instellingen. Dus ik klik heel vaak op opname-instellingen. En dan denk ik, nee, dit is niet waar ik moet zijn. En dan moet ik weer terug en dan moet ik het nog een keer doen. Ja. Dus ik vind Xbox zeker ook niet supergoed of zo, hoor. Zeker niet. Absoluut niet. Die van de alleen... PS4 vond ik goed. OS. Ja, ik denk dat het perfecte besturingssysteem layout vindt. Voor mij. PS4. Ja. Misschien dat het daarom zo binnenkomt bij de PS5. Ja, nou misschien niet. Ja, ik denk dat er nog wel dingen beter konden aan de PS4. Maar ze hadden gewoon net als Microsoft daarop voort moeten bouwen. En dat je misschien wel net als op
Xbox One en Series X op PS4 en PS5 hetzelfde besturingssysteem had. Dan ben je het en gewend en dan is het gewoon letterlijk consistent voor iedereen. Ja. En je kan zeg maar verbeteren wat er op die oude niet zo goed was. Ja. Maar ja, dat gaan ze niet doen. Nee. We zijn weer vanaf vooraf aan begonnen, net zoals bij de Switch trouwens. Wat ik best wel een fijne OS vind, maar ja, daar heb je dan weer geen thema's. En dat vond ik dan weer leuk om een 3DS bijvoorbeeld. Dat je een thema... Dat mis ik ook wel op PlayStation 5 trouwens. Ik wil gewoon thema's. Dat is gewoon... Maar dat kan niet, hè? Je kan helemaal niks aanpassen. Nee, dat kan niet. Daar heb ik nooit over nagedacht. Mag geen plezier. Kan op de Xbox ook niet echt. Een beetje kleurtjes en zo, maar wil ik ook niet. Oh, jawel, op de Xbox heb je wel Teams trouwens. Ja, maar niet zeg maar net als PlayStation dat ze ter ere van de verjaardag van een game een vette thema uitbrachten. Dat je die dan kan downloaden. Je hebt de OG Xbox Team. Dan zie je die grote bol die je van de Xbox 1 zag als je hem opstartte. Die zie je dan op de achtergrond. Oh, echt? Oh. Ja. Ja. Dat is dan wel weer cool. Dat is wel cool, hè? I guess. Maar inderdaad, ja, PlayStation OS was toen heel goed. Nu hebben ze dat niet op voortgebouwd. Maar het is niet zo dat de Xbox heel erg goed is of zo. Zeker niet. Goed, dus Sony en Microsoft luisteren naar ons. Veranderen die OS'en, zodat we allemaal blij zijn. En als wij blij zijn, dan zijn de mensen thuis ongetwijfeld ook blij. Toch? Ze gaan niet luisteren. Ja. Ze verkopen veel te veel consoles. Het maakt geen reet uit. Maakt fuck uit. Consoles verkopen meer dan ooit. Het gaat nergens over. Switch ook. Nee, het gaat nergens. Records. Maakt geen reet uit. Ja. Maar het is dat, ja, ook gunstig voor ons. Maar het is leuk dat wij denken dat het een reet uitmaakt. Ja. Ja. Misschien luistert er ooit nog wel een keer iemand naar ons. Zou toch wat zijn. Goed. Heren, mag ik jullie weer bedanken voor jullie tijd deze week? Jij ook. Nee, jij bedankt. Ik wil de mensen thuis, op hun werk, onderweg of waar je ook mag zijn, ook bedanken voor het kijken en het luisteren naar deze Pauwpraat met Ron, Jacco en ondergetekende Martin. Wij zijn er over 2 weken weer. Volgende week is hier niet Sjeerd, want die is op vakantie, maar volgens mij neemt Lucas het over samen met Wouter en met Florian. Dus veel plezier daarmee. En voor nu, vond je dit een fijne video of fijne podcast, abonneer op het kanaal waar je dit kijkt of luistert. En als je een likeje kan achterlaten, doe dat vooral. Dan worden wij gelukkig en vrolijk van. Doei. Doei.